Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen treft voorzieningen om de stroomtoevoer naar Koinakondri, resort Marshallkreek en omgeving te verbeteren. NH-minister Sergio Akinboto heeft op 20 juli symbolisch de eerste stroompaal in de grond gezet. De bewindsman zei bij die gelegenheid dat een van de speerpunten van het ministerie is elektrificatie voor het binnenland. Het huidige elektriciteitssysteem wordt nu verbeterd, waardoor de mensen iets langer en meer stroom zullen hebben. Intussen wordt gekeken naar alternatieven zoals solar energy, zegt de minister. Als het project helemaal is afgerond, zullen de gebieden 1x24 uur over stroom beschikken.